Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal, vandaag in het journaal. De medische faculteit der wetenschappen in samenwerking met het academisch ziekenhuis zal op zeer kort termijn van start gaan met een onderzoek naar de werking van het middel ivermectine tegen ernstige ziektes. Ook de WHO heeft laten weten dat dit middel eerst goed onderzocht moet worden alvorens over te gaan tot toediening. Maar voor nu is het beste wat je kan doen je te laten vaccineren. We zijn al een jaar verder in de pandemie en nog steeds hebben we dagelijks veel gevallen. Eigenlijk veel meer dan in het begin. En het is toch wel heel erg dat dat zo blijft gebeuren. Het beste wat we kunnen doen om dit te voorkomen en hier tegenin te gaan is vaccineren. Mensen, laat je vaccineren. Vaccineren is de belangrijkste en de beste manier om tegen de pandemie in te gaan. Echter zijn er nog steeds mensen die dus ziek worden, soms ook zelf. En daarvoor moeten we dus ook wel behandeling hebben. In de maatschappij wordt er veel gesproken en ook op andere platen praat men over een middel dat heet ivermectine. Nou, dat middel kan je niet zomaar gaan gebruiken omdat je ergens hebt gehoord dat het goed is. Het moet onderzocht worden. De WHO zegt dat dit middel nog niet zomaar te gebruiken is en niet zomaar voorgeschreven moet worden. Het moet onderzocht worden. Daarom zal de universiteit samen met het academisch ziekenhuis en hulp van andere instanties onderzoek doen om te kijken of dit middel inderdaad wel te gebruiken is of niet. Mocht het te gebruiken zijn, nou, dan kunnen we het goed gebruiken om mensen vroeg te behandelen en te voorkomen dat er ernstige gevolgen van de ziekte zijn. Mocht het niet te gebruiken zijn, dan weten we dat eigenlijk allemaal en dan kunnen de mensen die dat zomaar zitten te vertellen duidelijk weten dat dat niet meer zo is. Maar daarvoor gaan we dus een onderzoek doen vanuit de universiteit. Maar nogmaals, het beste wat je kan doen om niet ziek te worden en om tegen het virus in te gaan, is vaccineren. Maar ja, mensen worden nog steeds ziek, dus we gaan dus ook kijken of medicijn werken. We hebben daarvoor een trial ontworpen en dat is een onderzoek. Een onderzoek waarin we gaan kijken of het middel effectief is tegen het voorkomen van ernstige ziekte, als je al eenmaal COVID hebt, of het effectief is op het voorkomen van meerdere besmettingen in je omgeving. Dat is de focus van deze trial. Epidemioloog Ingrid Krishnadat en infectioloog Dr. Steven Vrede zijn in deze aflevering aan het woord. Er zal een medisch wetenschappelijk onderzoek van start gaan over de werking van het middel ivermectine tegen ernstige ziektes, waaronder ook het coronavirus. Het middel bestaat uit capsules die naar verluid zou moeten werken als iemand besmet is met het COVID-virus. Maar daarvoor is er eerst een onderzoek voor nodig. In deze aflevering geven epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat en infectioloog Dr. Steven Vrede aan hoe het onderzoek eruit zal zien, maar ook geven zij uitleg over het middel ivermectine. Let wel, het gaat om een onderzoek. Kijk, dit zijn de tabletten die we hebben gemaakt voor het onderzoek. Je ziet, ze zijn allemaal in een pakje. Zitten alles hetzelfde? Nee, in sommige zit het geneesmiddel en in andere zit gewoon wat melkpoeder of zo. Oh, maar hoe gaat die patiënt weten welke hij krijgt dan? Want die patiënt wil natuurlijk het geneesmiddel. Nou, de patiënt weet het niet. Kijk, wat we doen bij dit onderzoek, het is een onderzoek, hè. Het is een onderzoek waarbij we achteraf willen weten, heb je minder klachten of heb je niet minder klachten als je COVID hebt. We weten allemaal dat als je iemand een medicijn geeft, dan voelen ze zich eigenlijk al van tevoren wat beter, toch? En andere mensen, als je ze medicijn geeft, voelen zich al van tevoren wat slechter, want dat zijn mensen die eigenlijk niet zoveel van medicijnen houden. Dus daarom is de opzet van dit onderzoek zodanig dat je krijgt pillen en het kan zijn dat er echt medicijn in zit en het kan zijn dat er gewoon wat melkpoeder of een ander poeder wat geen enkel medicinale werking heeft in zit. We onderzoeken wel je regelmatig om te kijken hoe gaat het met je klachten. En een deel van die klachten is natuurlijk ook van hoe voel je je. Ben je kortademig, heb je pijn, heb je koorts, etc. En pas achteraf, als het onderzoek is afgesloten, dan gaan we kijken welke mensen hadden nou het echte medicijn
En welke mensen hadden alleen maar een poeder. Zoals je ziet is er op elk zakje is er een specifiek nummer. En dat nummer staat in een register. Dat register is gesloten. Dat wil zeggen, jij weet niet of je echt medicijn krijgt. En de dokter weet het ook niet. Zodat niemand bevooroordeeld kan zijn over van ja, hij krijgt het echte medicijn of niet. Dus pas achteraf beoordeel je dat. En dat is de enige manier waarop je de werking van een medicijn echt kan beoordelen. Want als je al van tevoren weet, ik heb geen medicijn, dan heb je waarschijnlijk al de neiging van ja, dan is het, daarom voel ik me zo rot. Terwijl we achteraf het gaan beoordelen om te kijken van, ligt het echt aan het medicijn dat je beter voelt of niet beter voelt of niet. Dus dat noemen wij dubbelblinde randomisatie. Dubbelblind betekent, de patiënt is blind in de zin van hij weet niet wat hij krijgt, maar de dokter, op het moment dat hij het je geeft, weet hij het ook niet. Dit is de enige goede manier om de effectiviteit van een bepaald geneesmiddel te beoordelen. Maar waarom zou ik als patiënt dan meedoen? Wat zullen we aan de patiënten zeggen om ze te zeggen dat het goed is om mee te doen? Want als ze het wel krijgen of niet krijgen, dan weten ze het niet eens. En als ze echt ziek worden, wat gebeurt er met ze? Nou kijk, het is belangrijk dat de mensen weten dat ze meedoen aan een onderzoek. Dit is dus echt een onderzoek waarbij we voor eens en voor altijd hopelijk het wel of niet effectief zijn van ivermectine willen aantonen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen dat het werkt. Er zijn mensen die zeggen dat het niet werkt. Maar er zijn onvoldoende onderzoekingen gedaan waaruit echt eens goed is nagegaan van werkt het of niet. Dus de mensen moeten weten dat ze dus niet deze ivermectine krijgen als behandeling. Ze krijgen het omdat ze mee willen doen aan een onderzoek. Uiteraard is het zo dat als blijkt dat veel meer mensen die ivermectine krijgen sneller beter worden, dan zullen we dit onderzoek voortijdig stoppen. Maar dat is dus een aparte groep van mensen die alleen maar toegang heeft tot de code. Weten van die heeft het echte medicijn gehad en die heeft het echte medicijn, niet het echte medicijn gehad. Dus zo gauw laten we zeggen dat we 100 mensen in het onderzoek hebben en het blijkt dat alle mensen die ivermectine krijgen, worden genezen heel snel. En van de anderen zijn er een aantal die toch in het ziekenhuis terechtkomen, dan zullen we het onderzoek voortijdig stoppen. Maar het is belangrijk dat de mensen die toestemmen om mee te doen met het onderzoek, dat ze het niet beschouwen als een behandeling, maar dat ze weten dat ze meedoen aan een onderzoek. Los daarvan wordt natuurlijk steeds naar die mensen gekeken, want als je slechter gaat, als het nodig wordt dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan zullen we dat zeker doen. We geven ze toch ook wel hun normale medicijnen? Als dat nodig is. Kijk, mensen die geen verschijnselen hebben van COVID, als je gewoon nog thuis kan blijven, je hebt alleen maar een beetje een kriebel in je keel, dan krijg je geen medicijnen. Maar alle mensen die dus ernstig ziek worden, die kortademig worden, die krijgen dus, zoals je weet, dexamethason, ze krijgen zuurstof, ze krijgen fraxiparine, maar dat zijn meestal mensen die worden opgenomen. Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, die krijgen eigenlijk, daar is eigenlijk op dit moment geen behandeling voor nodig, want we weten, de meeste mensen die COVID krijgen, die genezen er spontaan van. En paracetamol, als je koorts hebt, dat kan je natuurlijk altijd nemen, dat is geen probleem. En vitamine C, of mag ik vitamine drinken? Dat mag. En allerlei soort dingen? Dat mag. Ja. Oh, dus ik kan gewoon alles doen, de patiënt kan gewoon alles doen. Als ik de patiënt voor me heb, kan ik die patiënt zijn normale dingen laten doen. En dan neemt hij die tabletten gewoon erbij. Erbij, ja inderdaad. Precies volgens het schema dat wij hebben of haar hebben uitgelegd. Dat schema hangt een beetje af van je lichaamsgewicht. Dus afhankelijk, als je meedoet aan het onderzoek, dan word je gewogen. Er worden een aantal vragen gesteld over je gezondheid, over je klachten. En afhankelijk van je lichaamsgewicht krijg je een instructie of je nou 3 of 4 of hoeveel tabletten per dag moet nemen gedurende hoeveel dagen. Dus dat is een individueel advies. Zou je aan mensen die de tabletten krijgen zeggen dat ze zich niet hoeven te vaccineren? Nee, absoluut niet. Dat zijn dingen die geheel losstaan van elkaar. Kijk, als je die tabletten krijgt, dan betekent het dat je dat zojuist bij jou COVID is vastgesteld. En als je bij iemand COVID vaststelt, dan ga je die persoon sowieso niet op dat moment vaccineren. Dan zijn die mensen eigenlijk al te laat met vaccineren. Dan mogen ze zich op zijn vroegst een maand later weer laten vaccineren. Dus sowieso, mensen die deze tabletten krijgen, die gaan niet gevaccineerd worden op dat moment, want zij hebben COVID en wij
geven geen vaccinatie aan mensen die COVID hebben. Weet u, sommige mensen denken van, als we dit van tevoren aan die mensen zeggen, dat sommige van die, dat het middel misschien niet werkt, dat ze gewoon nooit mee gaan doen. En daarom denken sommige mensen dat we het liever gewoon aan ze moeten geven. Maar dat kan toch niet? Nee, want dit is een onderzoek. Het is een medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij we de effectiviteit van een bepaald geneesmiddel onderzoeken. En het is bij wet verboden om mensen informatie te onthouden daarover. Dus iedereen moet je eerlijk zeggen van luister, je kan aan dit onderzoek meedoen. Maar dat wil niet zeggen dat je gegarandeerd ivermectine krijgt. Je gaat pas achteraf horen of je ivermectine hebt gekregen of geen ivermectine hebt gekregen. Dat is de aard van het onderzoek, omdat je mensen verplicht bent om mensen überhaupt te informeren dat ze deelnemen aan een onderzoek en dat ze niet zomaar behandeld worden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zouden zeggen van ja, liever zeg je aan iedereen je krijgt het medicijn, maar dat is niet eerlijk, dat is niet correct. Ja, en in het buitenland is het gewoon wel gebruikelijker dat men clinical trials heeft en dat men mensen experimentele medicijnen geeft. Maar dit is geen experimentele medicijn, het is een bestaand medicijn. Dus dat maakt het een heel stuk veiliger. En in Suriname zal dit dan ook een van de eerdere keren zijn dat mensen echt bewust zeggen van ik doe mee met een onderzoek of niet. Dus het is wel iets waar de Surinamer misschien aan moet gaan wennen. Want er zijn heel wat dingen die we dus wel moeten onderzoeken nog in de wereld. En daarom vertellen we het ook gewoon eerlijk aan de Surinamer, zodat hij zijn eigen mind kan opmaken of hij dat wel of niet kan, toch? Zeker. Het is belangrijk om te zeggen, kijk, sommige medicijnen worden nieuw ontwikkeld. Hè? Mm-hmm. Ze zijn nog nooit aan mensen toegediend. En dan ben je echt met een soort van medisch experiment bezig. Hier, dit geneesmiddel wordt niet zozeer als nieuw geneesmiddel gepresenteerd. Het is een geneesmiddel dat al tientallen jaren gebruikt wordt in Suriname en daarbuiten. Het wordt met name gebruikt voor worminfecties. Er zijn heel veel, duizenden mensen in Suriname die het al gekregen hebben. En nog steeds krijgen als ze bijvoorbeeld bepaalde worminfecties hebben. Dus het gaat hier niet zozeer om van dat we het geneesmiddel onderzoeken. Wat we hier onderzoeken is of dit geneesmiddel dat heel veilig bekend staat, of dit geneesmiddel werkt in het voorkomen van het ernstig worden van COVID. Dus het probleem ligt niet bij de veiligheid van het geneesmiddel. Het probleem, of tenminste de vraagstelling, ligt alleen maar bij werkt het bij COVID of werkt het niet bij COVID. Dat maakt het anders dan een heleboel andere experimentele geneesmiddelen. En het werkt wel altijd tegen wormen, toch? Het werkt altijd tegen wormen. Dus mocht je toevallig ook wormen hebben en je krijgt de juiste, het echte ivermectine, ja, dan raak je ook je wormen kwijt. Dat is een bijkomstig voordeel, eventueel. Sommige mensen denken dat dit een hondenmiddel is. Maar ivermectine is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij levende wezens. En je hebt een hondenversie en je hebt een mensenversie. Dit is duidelijk de mensenversie. We hebben het geïmporteerd en BGVS heeft het omgezet in deze vorm. Absoluut. Het is primair is dit middel ontwikkeld voor het behandelen van parasitaire infecties bij mensen. En het is heel effectief, het werkt goed. Het is met name in Afrika is het bij vele miljoenen mensen toegediend. En het blijkt voor steeds meer parasieten effectief te werken. En vandaar dat het ook de afgelopen tientallen jaren in Suriname al bij heel veel mensen is toegepast. Maar het is een middel dat ook bij allerlei parasieten in dieren werkt. Maar dat geldt niet alleen voor dit middel. Ik bedoel, Bactrimel wordt ook aan dieren gegeven. Amoxil wordt ook aan dieren gegeven. Dus dat wil niet zeggen dat het een Fermox. Ja. Dus het is, ja, sommige parasieten komen bij dieren en bij mensen voor. Dus het is begrijpelijk dat sommige medicijnen, zowel voor mensen als voor dieren gebruikt worden. Maar dit middel is primair voor mensen ontwikkeld. Maar ben je niet een proefkonijn als je dat ding slikt? Ik bedoel, je laat op je onderzoeken. Dat zullen sommige mensen ook wel vinden. Wat vindt u daarvan? Tuurlijk, ja, een proefkonijn. Laten we zeggen, om het iets eerbiediger uit te drukken. Je doet mee aan een onderzoek, aan de effectiviteit van medicijnen.
Maar de enige manier om te weten of een medicijn werkt bij mensen, is om te onderzoeken bij een bepaald aantal mensen wat het effect is. Dus als je zegt van, ik wil geen proefkonijn zijn, maar ik wil wel straks het middel. Elk middel dat je gebruikt, paracetamol, amoxil, Bactrimel, whatever, is ooit in die fase geweest dat er mensen het moesten innemen om te kijken of het werkt. Dus je kan zeggen, ik wil geen proefkonijn zijn of ik wil niet meewerken aan dit onderzoek en dat is je volste recht. Maar je moet wel weten dat voor alle medicijnen die je gebruikt, dat er mensen zijn geweest die zich beschikbaar hebben gesteld om het te nemen, om te kijken of het werkt. En van dit middel kunnen we al zeggen, het is veilig om te gebruiken in mensen. Het enige wat we in deze studie onderzoeken is, helpt dit middel tegen ivermectine? Helpt dit middel tegen COVID? Dus je bent niet een proefkonijn om te kijken of ivermectine veilig is. Ja. Maar je bent gewoon iemand die COVID heeft. En wij onderzoeken, werkt ivermectine bij COVID in het vroege stadium of niet? Dat is het enige wat we onderzoeken. Maar wat ik nadrukkelijk wil benadrukken is, iedereen is vrij om te zeggen van ja, ik wil deelnemen of nee, ik wil niet deelnemen. Daar is geen enkele druk of wat dan ook voor. En er is ook geen enkele incentive. Je wordt niet betaald of beloond als je meedoet. Je moet het puur doen omdat je denkt dat je wil meewerken aan het vinden van effectieve geneesmiddelen tegen COVID. En dit is de enige manier om dat te doen. Maar toch, heel vaak, als iemand ziek is in Suriname of zo, dan komt de buurvrouw met een tablet ergens uit de la. Dan komt oom met iets. Meestal drink het gewoon, want je denkt het helpt. Is dat ook niet een experiment? Dat is een experiment, maar dat is niet een gecontroleerd experiment. Want als je en dat salfje en dat tabletje en dat weet ik veel wat inneemt en je wordt beter, dan weet je niet wat geholpen heeft. En bovendien, een experiment doe je niet op één persoon. Want waarschijnlijk was je ook beter geworden als je geen van die dingen had ingenomen. Een experiment doe je, of een onderzoek doe je, op een hele groep mensen. En je moet daarbij kijken van, die mensen die het echte middel krijgen, worden zij sneller beter dan de mensen die niet het middel krijgen. Alleen op die manier kan je op een goede manier vaststellen of een medicijn werkt of niet. Op een andere manier kan je dat niet zeggen. Maar als ik een pil van oma of van buurman kan nemen, kan ik dit toch ook gewoon drinken? Ja, dat is je eigen beslissing. We willen heel graag dat je meedoet, omdat we het zo nauwkeurig mogelijk en zo verantwoord mogelijk proberen te doen. Dus we zijn heel blij als mensen meedoen. Ook omdat dit bijdraagt aan... Want als blijkt dat het werkt, dan weten we voortaan dat we alle mensen, zo gauw als we hebben vastgesteld dat dit werkt en zo gauw ze vastgesteld dat iemand COVID heeft, kunnen we gelijk met echte ivermectine beginnen. Dat is wat dit onderzoek zal opleveren. Als we dit onderzoek niet doen, dan denk ik niet dat dokters of wie dan ook gemotiveerd zal zijn om mensen wel of geen ivermectine te geven. Want als het niet blijkt te werken, dan weten we ook, we hoeven niemand ivermectine te geven, want je wordt er niet beter van. Het blijft hetzelfde. Slechter zal je er zeker niet van worden. Ja, en we kunnen onze focus richten op andere dingen. Precies. Maar nu zijn er een hele hoop mensen die niet precies weten wel of wat. En sommigen geven het gewoon, sommigen geven het niet. Liever hebben we een duidelijke uitspraak. Dat is het doel van dit onderzoek. En ik denk dat alleen met de medewerking van de patiënten dit onderzoek kan uitgevoerd worden. En het is belangrijk dat de patiënten beseffen dat voor hen er eigenlijk geen risico in is. Okay. Tenzij ze allergisch zijn, maar ja, dat kan altijd gebeuren. Ja, en dan moeten ze dat aangeven, dan krijgen ze het niet. Zeker. Dit was het dan ook weer voor het COVID-19-journaal voor vandaag. U heeft het gehoord van de deskundigen. Jouw mening mag je hebben, maar weet wat je verspreidt. Weet hoe jij jouw mening ventileert. Jaag mensen niet de angsten in, maar probeer mee te werken om Suriname weer gezond te maken. We gaan het blijven zeggen. Laat je vaccineren en stimuleer jouw medemens. Wees geen egoïst, want als er tenslotte iets met jou gebeurt, gaat er niemand zijn die naar jou zal omkijken en je zult alleen voor de consequenties moeten instaan. Je komt op de IC terecht of je sterft aan deze vreselijke ziekte.
En wat gebeurt dan met jouw mening? Denk atori. U stop praat. Wallofiek bericht.